Oké, okay, dat gaat nooit werken. Hoe werkt dit? Oké, okay, de jurk is wel echt heel leuk. Why? Oh, hij is kort. Ik ben zo door de war. Hey guys, ik ben vandaag weer met een nieuwe video. Vandaag is het een fashion video. Heb ik een pakketje. Wow! Ik word altijd zo excited van pakketjes. Ik heb namelijk een pakketje binnen van Zafool. Dat is een online winkel. Dit is gesponsord, just so you know. In ieder geval, ze hebben daar hele leuke dingen. Heel veel leuke zomeritems. Ook leuke truien. Ik ga ze dus gewoon aanpassen. Ik ga je laten zien hoe het zit en hoe het staat. Ik heb ook al eens eerder 2 dingen gehaald bij Zafool. 1 item was echt de beste item ever. En daar ben ik super blij mee. Maar de andere item was echt de grootste miskoop ever. Mijn goede aankoop van Zafool was deze broek. En ik denk dat jullie deze ook al eerder al hebben gezien, of op mijn kanaal of op mijn Instagram. Dus daar was ik echt heel erg blij mee. Het enige ding aan deze broek was dat ik hem misschien een maatje groter had kunnen nemen, maar voor de rest is hij prima. De andere aankoop die ik had gemaakt was een trui. En ik had een trui in de maat L besteld volgens mij. Maar het ding bij Zafool is dus wel dat de maten heel anders zijn dan in Nederland. Alles wat je daar koopt valt heel klein. Je hebt daar ook een maatguide iets of zo. De dingen die ik nu heb gekocht, heb ik ook helemaal mijn waist gemeten en mijn borstverhouding en alles. Toen ik die trui had besteld, wist ik dat nog niet. Dus die was echt, voor mij viel die als een XS of zo. Oké, jongens, mijn miskoop was... Tada, ik sla mezelf in mijn gezicht. Oh, dit was dus mijn miskooptrui. Weet je, het is niet verschrikkelijk. Alleen truien koop ik altijd oversized. Omdat ik dan ook fijn vind als het wat oversized zit. En dat is dus niet het geval. Oké, pakketje. Pakketjestijd. Why? Waarom is dit een... Is er een pak... Oh, oké. Okay. Dit is lastig. Ik kan dit goed. Oké. Okay. Ik ben zo benieuwd. Ik hoop zo erg dat het allemaal leuk valt. Laat ik maar even met de simpelste beginnen. Ik zal hier het fotootje plaatsen van het modellen dingetje wat ik heb gekocht. Eerste item is een blouseje. Maar dat ziet er oké uit. Dit was een one size. Dus ik hoop dat die ook gewoon leuk valt. Maar op eerste oogopslag ziet het eruit alsof het oké gaat worden. Alsof het goed gaat komen. Het enige wat ik nu al zie is dat hij wel doorzichtig is. Dat is op zich ook niet erg. Dat is misschien wel lekker voor zomer. Wat ik dus leuk vond aan dit is dat het soort van dat artsy idee gaf. En ik dacht nou het is leuk bij zeg maar... Ik weet de hele tijd niet hoe ik het moet noemen. Maar van deze outfit dat ik hier dat busje onder zou kunnen doen bijvoorbeeld. Of het is gewoon chill als je weet je wel even niet weet wat je aan moet. En dan gooi ik het gewoon... Oké, dat gaat nooit werken. Oké, een hemdje is dus niet een goede, denk ik. Want dan, nou ja, dat zie je doorheen. Oké. Maar in ieder geval, oké jongens, dit is het. Ja, ik vind hem leuk. Misschien had dit, ja, dit moet even los of zo. Ik kan even meer vormen. Dit is het eerste item. Ik dacht gewoon een casual aankoopje. Wat vinden jullie ervan? Het is wel een wat ander stofje dan dat ik denk ik gewend ben of zo. Normaal heb ik zeg maar stofjes die wat zachter zijn. Deze voelt ietsjes ruwer aan, maar dat is oké. De tweede aankoop is een pakje. Het is zeg maar, ik weet niet, zo'n tweedelig pakje. Dus het zit niet aan elkaar vast, maar het is een topje en een broekje dat bij elkaar past. Oh my god, ik ben zo benieuwd. Oké, eerste impressie. Het is een heel simpel zomers broekje gewoon. Oh shit, dat wist ik. Oh, oh my god. Oké, en dus een topje die ik dus gewoon vast kan knopen. Dat is eigenlijk ook wel heel fijn. Ik dacht dus vooral, ik heb dat soort items nog niet. Laat ik gewoon eentje bestellen en kijken of het wat is. Kijk, het topje kan ik dan voor de volgende keer zonder BH doen. Maar ik doe het even met BH, because ja, yeah, I don't care. Het leuke aan dit topje is ook dat ik het gewoon op een normale broek zou kunnen dragen. Broekmodel moet ik een beetje aan wennen als ik eerlijk ben. Ik zal hem nu laten zien. En dit is het broekje. Ik denk dat ik er even aan moet wennen, maar dat ik hem eigenlijk best wel leuk vind. Hij zit een beetje losjes, maar dat vind ik op zich ook niet erg. Want weet je, het is echt zoiets wat ik in de zomer dan gewoon lekker naar het dorpje aantrek. Oh, ik ga even kijken of dit leuk erbij staat. I mean, dit is toch super cute. Kijk, als ik ooit meer boep krijg, kan ik hem gewoon nog steeds aan. Omdat hij dan gewoon losser of strakker kan. Dus dat is super chill. Dan heb ik de nieuwe. De derde item. Hier ben ik heel benieuwd naar. En het is een maxi dress. Er was ook eentje in het rood en dus in het zwart. Maar ik twijfelde heel erg. Nu weet ik niet zeker of ik de goede kleur heb gedaan. Maar ze zijn allebei mooi. Het ding is met maxi dresses dat ik ze altijd wel lastig vind. Ook omdat ik dat niet zo vaak draag. Ik dacht, weet je, why the hell not? Ik hoop dat dit leuk staat. Oh my god. Hoe werkt dit? Oké, like, jongens. Oké, er zitten dus 2 hele lange aan. En dan hier aan de zijkant
soort van, hoe moet ik dit doen? Oké, de jurk is wel echt heel leuk. Ik moet alleen even kijken hoe ik het dus vastmaak. Huh? Ik ben zo door de war. Huh? Ik ben oprecht. I don't know. Ik weet gewoon, ik ga even kijken op die site. Want ik snap niet hoe ik dit dicht moet doen. Ik dacht in ieder geval dit van, nou, boven is logisch. Maar nu twijfel ik een beetje. Oh, oké. Okay. Dat deed ik helemaal verkeerd. Dat is shook. Ik snap het niet. In ieder geval, dit is het topje van de jurk. En dit is de rest van de jurk. Die achterkant, ik ga stuk. Voor de rest vind ik hem wel leuk. Alleen ik moet even ontdekken hoe ik die bovenkant praktisch moet doen. It sort of works now. Ik ga verder met de laatste item. En dit is een bodycon jurkje, dus het wordt spannend. Het is een rood, strak jurkje. Ik ben zo benieuwd of dit dat wordt. De kleur is in ieder geval mooi. Oh, hij is kort. Oeh, dit kan niet hoor, denk ik. Oké. Okay. Hier zit hij nog wel mooi. Misschien kan ik ook weer hier een andere BH aan. Maar de kleur is mooi. Het stofje is wel prima. Alleen hij is gewoon echt heel kort. Voor mij, want ik ben 15 meter lang. I mean, that's short, my friends. Dat is echt kort. Dit is mijn kruis en dit is mijn jurkje verder. Nou jongens, dit waren de items en de video. Dat pakje en dat blouseje ga ik sowieso houden. Ik denk dat ik die andere jurk nog wel een kans ga geven. Zodra ik door heb hoe die achterkant goed werkt. Maar ja, dit bodycon jurkje is echt gewoon te kort. Jongens, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet niet natuurlijk eventjes te commenten, te abonneren en een duimpje omhoog te doen. Laat me even weten of jullie dit soort video's leuk vinden om te zien. Dan ga ik er wellicht meerdere maken. En tot de volgende keer. I won't, no, I want this sugar, babe. Yeah, I might miss you.